Test, test. Oké, nou hoop ik dat het nu werkt. Ik excuseer mij voor technische problemen. Even kijken, we zetten het aan. Hartelijk welkom bij de stream van vandaag. En ook vandaag heb ik gevraagd of jullie... Test, test. Bij de stream van vandaag en ook vandaag heb ik gevraagd of jullie... Vandaag heb ik ook weer gevraagd of jullie mij kunnen helpen met het uitkiezen van de games. Ik heb daarvoor deze poll aangemaakt op mijn Straw Poll account. Ik zit een beetje vast met welke games ik wil spelen, dus de keuze is opnieuw aan jullie. Je mag meer te antwoorden selecteren. Ik heb Bedroom Coma geselecteerd, omdat wij die vaak hebben gedaan. Lees of 4 heb ik vaker gedaan. The First Tree, die heb ik gekozen omdat het een game was die ik nog niet geprobeerd heb, maar die ik wel heel graag wil doen. Dorian Gray Syndrome, die ik af moet maken. The Room, Part 2. Doki Doki Literary Club, die ik afgelopen donderdag aangeraden kreeg. En ik heb sinds kort 2 nieuwe games. Bus Station in the Fog en The Mansion. Ik heb ervoor gekozen om de poll door te laten lopen tot aan het begin van de stream. Zo konden jullie tot op het moment dat we begonnen ervoor kiezen. Dus ik ga eens kijken naar de resultaten. En die zijn niet heel verrassend. Ik heb 4 stemmen voor Doki Doki. Ik heb 2 stemmen voor Layers of Fear. En ik heb 1 stem voor Bedroom, The Room en The Mansion. Wat dus betekent dat ik het volgende ga doen. Ik ga een nieuwe poll aanmaken om te beginnen. Even kijken. Moet ik heel even kijken hoe ik ook alweer op een dashboard. Oh ja, hier create poll. Ik ga het volgende doen. Wat wordt de derde game? Ik ga 3 games doen. Ik begin met Doki Doki. Daarna ga ik deze ook 4 doen. Maar er zijn 3 games die allebei een stem hebben gekregen. Of alle 3 een stem hebben gekregen. En ik laat aan jullie met welke game we vandaag gaan eindigen. Dus de keuzes gaan worden: Bedroom, Coma, The Room Part 2. En The Mansion. Ik ga de game die het meeste stemmen krijgt tot aan het moment dat ik met Layers of Fear klaar ben. Die ga ik dan als derde spelen en de andere 2 ga ik morgen recorden en op YouTube gooien. Dus dat gaat het idee van vandaag worden. Dus je kan nu stemmen. Ga gerust je gang. Jullie weten nu waar jullie moeten zijn. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met de stream. En ik wist gelukkig al dat, of ik kon al vermoeden dat dit het ging worden. Dus daarom heb ik deze ook alvast gedownload. Even kijken, laten we gewoon lekker beginnen. Ik ken de lore, ik ken het verhaal. Maar ja, we zullen zien wat het gaat worden. Ik heb het nog niet eerder gespeeld. Oké. Lekker ook zo'n waarschuwing erbij. Nou, laten we even kijken. Kan ik deze iets... Nou, ik vind Window op zich wel een goede. Daar hou ik wel van. Om daar... wat kan ik mijn... Even kijken of ik dit kan aanpassen hoor. Ik vind het altijd wel fijn als... kan ik Game Capture hierop doen?
Ja, yes, game capture lukt bij deze. Nieuw game dan maar. Please enter your name. Hey, I see an annoying girl running toward me from the distance, waving her arms in the air like she's totally oblivious to any attention she might draw to herself. The girl is Sayori, my neighbor and good friend since we were children. You know, the kind of friend you never see yourself making today, but it's kind of works out because you've known each other for so long. We used to walk to school together on days like this, but starting around high school, she would oversleep more and more frequently, and I would get tired of waking up. She's going to chase me after this. I'm almost feel better off running away. Het wordt een zo'n game. Hey, welkom knakker. Ik heb deze nog niet eerder gespeeld. Het spijt me trouwens voor eventuele technische mankementen. Mijn computer die hield ervan om vandaag lastig te gaan doen. Op een dag dat ik het net niet kan gebruiken. Whoever I sigh and idle in front of the crossbow and that Sayori catch up to me. I overslept again. Koop een wekker. But I caught you this time. Maybe, but only because I decided to stop and wait for you. True. Yeah, you say that like you were thinking about ignoring me. Yeah, that's mean, Lorne. Well, if people stare at you for acting weird, then I don't want them to think we are a couple or something. Oh, vergeet niet om te stemmen welke stream ik als derde ga doen. Of welke game. Ik zal de website heel even invullen. strawpool.com/7GAOD2B8T. Daarin kunnen we bepalen welke game ik als derde ga spelen. En het is trouwens strawpool zonder een E. Beter. Well, if staring at you for acting weird, then I don't want them to think we're a couple or something. Fine. But you did wait for me after all. I guess you don't have it in you to be mean, even if you want to. Whatever you say, Sayori. Hey, we cross the street together and make our way to school. If we draw near, the street become increasingly speckable with other students making their daily commute. By the way, Lorne, have you decided on a club to join yet? A club? I told you already, I'm really not interested in joining any clubs. I need to study. I haven't been looking either. Ah, that's not true. You told me you would join a club this year. Did I? I'm sure it's possible that I did in one of our many conversations where I dismissively go along with whatever she's going about. Okay. Sure. Sayori likes to worry a little too much about me when I'm perfectly content just getting on by the efforts while spending my free time on games and anime. I was talking about how I'm worried that you won't learn how to socialize or have any skills before college. Your happiness is really important to me, you know, and I know you're happy now, but I die at the thought of you becoming a neat in a few years because you're not used to the real world. Thank you. You trust me, right? You don't make me keep worrying about you. All right, I'll look at a few clubs if it makes you happy. No promise though. Will you at least promise me you will try a little? Yeah, I guess I promised you that.
Yay! Why do I let myself get lectured by such a carefree girl? More than that, I'm surprised I even let myself relent to her. I guess seeing her worry so much about me makes me want to erase her mind a little. At least a little bit, even if she does extricate everything inside of her head. The school day is as ordinary as ever, and it's over before I know it. After I pack my things, I stare blankly at the wall, looking for an ounce of motivation. Clubs. Sayori want me to check out some clubs. I guess I have no choice but to start with the anime club. Op zich, als dat je interesse is, vind ik dat nog niet eens een heel slechte keus. Toch? Dan is dat echt zo iets van... Ja, die delen waarschijnlijk interesses. Of zoiets. Sayori? Sayori must have come into the classroom while I was spacing out. I look around and realize that I'm only left in the classroom. I thought I'd catch you coming out the classroom, but I saw you just sitting there and spacing out, so I came in. Dank je. Honestly, you're ever worse than me sometimes. I'm impressed. You didn't need to wait for me if it's going to make you late to your own club. Well, I thought you might need some encouragement, so I thought, you know... Know what? Well, that you could come to my club. Hey, welkom. Welkom bij de stream van vandaag. Even meteen een aandachtspuntje. Ik heb een poll aangemaakt welke game we als derde gaan spelen vandaag. Dus als je wil, kun je daarop stemmen. En degene met de meeste stemmen die krijgt, die wordt als derde gedaan. En de andere twee ga ik morgen recorden. Als je naar strawpoll.com gaat... Wacht, ik zal de link nog een keer delen. Strawpoll.com En dan... /7GAOD 2B82. Kun je dit zien? Wat je ook kan doen, is dat je naar de YouTube video van afgelopen donderdag gaat. Dat was de video, of dat was de video met de naam... hey, welkom! Wat je ook kan doen, is dat je naar de video gaat welke games voor zaterdag 1 mei. Daar staat een link in de beschrijving. En als je dan op de link naar het videorestaurant klikt, dan moet je hem als het goed is kunnen zien. Mijn poes heeft een kater. Nou, ik hoop dat ze gelukkig worden met elkaar. reageer op de... Wat is het menu van vandaag? Nou, ik heb een poll aangemaakt met een aantal games daarin op strawpoll.com. Daar is op gestemd en ik ga sowieso 2 games spelen. Ik ben nu bezig met... Doki Doki Literary Club. Daarna komt Layers of Fear 2. Die ik al eerder eens op mijn kanaal heb gedaan. En ik heb nog een poll aangemaakt. Voor wat de derde game gaat worden. En die kunnen jullie. Daar kunnen jullie op stemmen. Dus als jullie naar de website strawpoll.com gaan. En jullie zoeken dan naar de gebruiker het videorestaurant. Dan kunnen jullie de poll. Wat wordt de derde game vinden. En de game met de meeste stemmen, die ga ik als derde spelen.
En de andere twee die ga ik morgen recorden op mijn YouTube kanaal. Dat wordt het menu van vandaag. Yay! There's no way I'm going to your club! Mini. Sayori is vice president of the Literary Club. Not that I was ever aware that she had any interest in literature. Ja, nou, het menu, ik vind het zelf ook leuk bedacht. Maar vergeet niet dat jullie degene zijn die het dessert bepalen. Dus degene met de meeste stemmen van de derde menu of de derde gamepoll, die ga ik spelen. En de keuzes zijn niet heel moeilijk. Ik heb de onderstaan Bedroom Coma, The Room Part 2 en The Mansion. Dus nou ja, jullie hebben tot ik Layers of Fear heb gedaan om erop te stemmen. In fact, I'm 99% sure she only did it because she thought it would be fun to help start a new club. Since she was the first one to show interest after the one who proposed the club, she inherently the title vice president. That said, my interest in literally is literature is guaranteed to become even less. Yeah, I'm going to the anime club. Come on, please. Why do you care so much anyway? Well, I kind of told the club yesterday I would bring in a new member. Idiot. And Natsuki made cupcakes and everything. Don't make promise you can't keep. I can't tell if Sayori is really that much of an heiress or if she's so cunning as to have planned all of this out. Moet ze lekker doen. Een account op OnlyFans hebben. Ik heb het niet. I let out a long sign. Fine, I will stop by for a cupcake. Okay. Yes, let's go. And thus, today marks the day I sold my soul for a cupcake. niet een hele goede deal. I dejected followed Sayori across the school and upstairs. The section of the school I rarely visit, being generally used for third year's classes and activities. Sayori, full of energy, swings open the classroom door. Oh yay. Hey everyone, the new member is here. I told you, don't call me the new member. I glance around the room. Welcome to the Literally Club. It's a pleasure meeting you. Sayori always says nice things about you. Seriously, you brought in a boy? Way to kill the atmosphere. Okay. Ah, Lauren, what a nice surprise. Welcome to the club. All words escape me in this station. This club is full of incredibly cute girls. What are you looking at? If you want to say something, say it. Sorry. Natsuki. The girl with the sore attitude, whose name is apparently Natsuki, is one I don't recognize. A small figure makes me think she's probably a first year. She's also the one who made cupcakes, according to Sayori. Ik heb ergens gehoord dat ze eigenlijk een groeistoornis heeft. Of zoiets. You can't just ignore her when she's getting moody. Sayori says that quietly into my ear, then turns back towards the other girls. Anyway, this is Natsuki, always full of energy, and this is Yuri, the smartest in the club. Don't say things like that. Yuri, who apparently comparably more mature and timed, seemed to have a hard time keeping up with people like Sayori and Natsuki. Ah, well, it's nice to meet both of you. And it sounds like you already know Monica. Is that right? That's right. It's great to see you again. Monica smiles sweetly. We do know each other. We rarely talk.
but we were in the same class last year. Wie is momenteel je favoriet? Nog niemand. Ik ken ze daar nog niet goed genoeg voor. Monica was probably the most popular girl in the class. Smart, beautiful, athletic. Basically completely out of my league. So having her smile to me so geniusly feels a little you too, Monica. Come, sit down. We made room for you at the table so you can sit next to me or Monica. I will get the cupcakes. Hey, I made them. I will get them. Sorry, I got a little too excited. Oh. Het is dat ik door dit eerste deel moet. Then how about I make some tea as well? The girls have a few desks arranged to form a table. As Sayori mentioned, it's been widened so that there's one space next to Monica and one space next to Sayori. Roze, ik zou voor die roze gaan, denk ik. Er zijn er drie met roze haar. Lekker duidelijk. Still feels awkward. I take a seat next to Sayori. Natsuki proudly marches back to the table, tray in hand. Okay, are you ready? Tada. Oké, okay, ze hebben alle drie roze haar. Dus hoezo zou ik daarvoor tussen kunnen kiezen? Of hoezo kan je zeggen, ik zou voor die roze gaan? Natsuki lifts the foil of the tray to reveal a dozen white fluffy cupcakes decorated to look like little cats. Ja, oké, okay, ja. Beige en bruin, ja, oké. Okay. Die linker, deze bedoel je. Ja, ik kan een... Ja, wat is er met mij? Je leest wat daar op het bord hangt. Hier, deze bedoel je? Ik kan het niet zien door de stream. Nou, ik kan, als ik heel eerlijk ben, dat is niet heel erg. Wacht even, misschien kan ik hem iets vergroten. Helemaal, deze? Ja, ik zie dat eigenlijk ook bijna niet. Ik zou willen dat ik zo kon doen. Nee, ik zie het ook niet. Het lijkt wel een of ander diagram van iets of zo. Nee, dat ligt niet aan jou. Nee, ik kan niet inzoomen. Dat kan niet bij visual novels. The whiskers are drawn... Oh, dat ging iets te snel. The whiskers are drawn with icing and little pieces of chocolate. We're used to make the ears. ik speel ze af en toe. Ik heb de laatste keer Major Minor gedaan. Dat is ook nogal grappig. So cute. Kawaii. I had no idea you were so good at baking, Natsuku. Well done, you know. Just hurry and take one. Sayori grabs one first, then Monica, I follow. It's delicious. Sayori talks with her mouth full and has already managed to get icing on her face. Okay. Even kijken, opnieuw. Sayori is degene aan de linkerkant, dus met die strik in haar haar. De middelste is Suki en de rechter is Monica. En dan heb je er nog eentje, die Yuri, maar die staat nu niet in beeld. Dit was de vriendin. Dit was de vriendin die wij hadden sinds onze kindertijd. De Sayori, zeg maar. Degene met de icing on her face. één seconde trouwens.
Okay, even kijken. I turn the cupcake around in my fingers, looking for the best angle to take a bite. Natsuki is quiet. I can't help but notice her sneaking glare in my direction. Is she waiting for me to take a bite? I finally bite down. Icing is sweet and full of flavor. I wonder if she made it herself. This is really good. Thank you, Natsuki. Why are you thanking me? It's not like I... Haven't I heard this somewhere before? Made them for you or anything? I thought you technically did. You already said, well, maybe. But not for you, you know, you dummy. Okay, alright, alright. I give up Natsuki's weird logic and dismiss the conversation. Yuri returns to the table carrying a tea set. She carefully places a teacup in front of each of us before setting down the teapot next to the cupcake tray. Nou, in principe had ze het gewoon voor de club kunnen maken en wij die daar toevallig waren. Dat had ze ook kunnen zeggen. Hoe heet momenteel alle meisjes? Je hebt Yuri, dat is degene met het paarse haar. Natsuki, dat is de... Natsuki is degene die de cupcakes heeft gemaakt. Sayori is degene die onze vriendin was. En Monica, dat is degene waar we nog niet zo heel veel van weten. You keep a whole tea set in this classroom. Don't worry, the teacher gave us permission. After all, doesn't a hot cup of tea help you enjoy a good book? And wie is Jorn? Lorne, dat ben ik. Tenminste, ik heb mezelf die naam gegeven. Ah, I guess. Hey, don't let yourself get intimidated. Yuri's trying to impress you. Monica, calm down. Geloof me, ik let daar niet heel erg op. That's not insulted. Yuri looked away. I mean that, you know, I believe you. Well, tea and reading might not be a pastime for me, but I at least enjoy tea. I'm glad. Yuri faintly smiles to herself in relief. Monica raises an eyebrow, then smiles at me. So, what made you consider the literary club? I was afraid of this question. Something tells me I shouldn't tell Monica I was practically dragged here by Sayori. Well, I haven't joined any clubs yet, and Sayori seems really happy here, so that's okay. Don't be embarrassed. We will make sure you feel right at home, okay? As president of the literary club, it's my duty to make the club fun and exciting for everyone. Monica, I'm surprised. How come you decided to start your own club? You could probably be a board member for any of the major clubs. Weren't you a leader of the debate club last year? Well, you know, to be honest, I can't stand all the politics around the major clubs. It feels like nothing but arguing about the budget and publicity and how to prepare for events. Van literatuur. Ja, ik weet dat het van literatuur is, maar my English is not good. Is no good. I much rather take something I personally enjoy and make something special out of it. And if it encourages others to get into literature. Then I fulfilled that dream. Monica really is a great leader. Yuri nods in agreement. Then I'm surprised there aren't more people in the club yet. It must be hard to start a new club. You could put it that way. Not many people are very interested in putting out all the effort to start something brand new. Especially when it's something that doesn't grab your attention.
zoals literatuur. You have to work hard to convince people that you're both fun and worthwhile. But it makes school events like the festival that much more important. No spoilers. I'm confident that we can all... Oké, zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. Mooi. Geen zorgen, ik knip het allemaal weer aan elkaar. Test. Sorry, ik weet echt gewoon niet wat er aan de hand is. Mijn computer doet heel raar vandaag. Such different girls, all interested in the same goal. Monica must have worked really hard just to find these three. Maybe that's why they're also delighted by the idea of a new member joining. Though I still don't really know if I can help up with their level of enthusiasm about literature. Ja, weet je, in de horeca heb je altijd wel, ja, hoe zeg ik dat vriendelijk, mensen die moeilijk doen. Dat hoort er gewoon bij. Daar moet je op een gegeven moment een soort laag voor kweken. So, Lorne, what kind of things do you like to read? Ah, well, considering how little I've read these past few years, I really don't have a good way of answering that. Ho, ik stop al. Wat nou? We zijn nog bezig, dus je bent van harte welkom om te komen kijken. Ik heet je van harte welkom bij de zaterdag stream. En vergeet niet om te stemmen op welke game we als derde gaan spelen. Manga, I murmur quietly to myself, half joking. Natsuki's head suddenly perks up. Ik kom van de YouTube-serie van Fox Games. Fox Games? Echt? Maar dat is jaren geleden. Maar heb je dat recent gezien? Of ben je blijven hangen? Fox Games, Jezus. Dat is echt een hele tijd geleden. Oh, echt? Dank je. Dank je wel. Ik ben blij om te horen dat mijn oude video's het nog een beetje goed doen. Maar je bent welkom. Welkom bij onze zaterdagstream. Ik stream twee keer per week. Eén keer op de zaterdag, dan doe ik de games die ik leuk vind. En één keer op de donderdag en dan doe ik vast Rollercoaster Tycoon. En heel erg bedankt voor het volgen. Dat waardeer ik heel erg. Bedankt. Ik zal opnieuw heel eventjes de link naar de poll delen. Die is voor... dat is voor de derde game die we vanavond gaan spelen. En je bent vrij om degene te kiezen die je wil. En degene die het niet gaan worden, die... ga ik morgen
opnemen apart. Ik heb de link net gedeeld. Als ik eventjes niet weet welke game ik op een zaterdag moet spelen, dan maak ik een poll als dit aan. Dit is mijn wijk, mijn dans. Welkom op de stream van vandaag. Ik ben heel blij om een paar nieuwe mensen te zien. Ik ga ondertussen heel even verder, want anders komen we er niet. It looks like she wants to say something, but keeps quiet. Not much of a reader, I guess. Well, that can change. What am I saying? I spoke without thinking after seeing Yuri's sad smile. Anyways, what about you, Yuri? Well, let's see. Yuri traces the rim of her teacup with her finger. Ik kan het gewoon bijna zien. My favorites are usual novels that build deep and complex fantasy worlds. We is Creature Red. Creature Red? Geen idee wie dat is. Wil je dat ik het even opzoek? The level of creativity and craftsmanship, ja, die heeft mij helemaal lelijke dingen gestuurd. Oké, ga heel even kijken, maar ik beloof niks. Het is een volger van jouw kanaal. Oké. Nou, ik vind het vervelend om dat te horen, dat hij jou vervelende dingen heeft gestuurd, maar ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, weet je, ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk voor wat anderen doen. Even kijken. Hartelijk welkom voor het volgen. Even kijken hoor. Ik kijk er later heel even naar. Ik kan dat nu niet op een juiste manier doen. Hallo zonderlingen. Ik kom vandaag goed brengen naar alle Nederlands in artikel. Dank je, Petrus. Ik geloof dat er staat: heb u naast de liefde zo geliefd als uzelf. Dus dat zou ik zeker willen doen. Laten we gezellig lief zijn voor elkaar en laten we alle nare dingen nu even vergeten. The level of creativity and craftsmanship behind them is amazing to me and tells a good story in such a foreign world is quietly impressive. And telling Jory goes on clearly passionate about her reading. Sorry, af en toe moet ik zelf even de verantwoordelijkheid nemen. Jerry goes, she seems so reserved and timed since the moment I walked in that it's obvious. By the way, her eyes light up that she finds her comfort in the world of books, not people. Ik kan daar wel iets van begrijpen. Ik vind het ook altijd heel erg fijn om weg te dromen in een... in een, ja, hoe zeg je dat? Een
wereld van fantasie. But you know, I like a lot of things. Stories with deep psychological elements usually immerse me as well. Isn't it amazing how a writer can deliberately take advantage of your own lack of imagination to completely throw you for a loop? Anyway, I've been reading a lot of horror lately. Ah, I read it a horror book once. I desperately grasp something I can relate to at the minimum level. At this rate, Yuri might as well be having a conversation with a rock. Okay, charming. Really? I wouldn't have expected you with that, Yuri, for someone as gentle as you. I guess you could say that. But if a story makes me think or takes me to another world, then I really can't put it down. Survival horror is often very successful at changing the way you look at the world, if only for a brief moment. Ugh, I hate horror. Oh, why is that? Okay, dan heb ik misschien nu een leuke vraag. Nu we hier toch mee bezig zijn. Wat is jullie favoriete type boek? Laat maar weten. Natsuki's eye darts over me for a split second. Never mind. That's right. You usually like to write about cute things, don't you, Natsuki? What? What gives you that idea? You left a piece of scrap paper behind desk club meeting. It looked like you were working on a poem called... Don't say it out loud. Give that back. Fine. Heh. Your cupcakes, your poems, everything you do is just as cute as you are. Tiori sidled up behind Natsuki and puts her hands on her shoulders. I'm not cute! Natsuki, you write your own poems? Well, I guess sometimes. Why do you care? I think it's impressive. Why don't you share them sometime? No. Natsuki averts her eyes. You wouldn't like them. Ah, not a very confident writer yet. I understand how Natsuki feels. Sharing that level of writing takes more than just confidence. The truest form of writing is writing to oneself. You must be willing to open up your readers, exposing your vulnerabilities and showing even the deepest reaches of your heart. Do you have writing experience too, Yuri? Maybe if you share some of your work, you can set an example and help Natsuki feel confident enough to share hers. Ik heb ook wel eens verhalen geschreven. Ik heb een playlist op mijn kanaal genaamd de Bibliotheek, waar ik mijn verhalen inschrijf. En ik ben al een paar jaar bezig met een eigen verhaal. Best wel een grote trouwens. Maar hij is nog niet helemaal klaar. Dus ik weet ook eigenlijk niet of ik dat zou moeten voorlezen. I guess it's the same for Yuri. I wanted to read everyone's poem. We all sit in silence for a moment. Okay, I have an idea, everyone. Natsuki and Yuri looks quizzically at Monika. Let's all go home and write a poem of our own. Then next time we meet, we shall share them with each other. That way, everyone's even. Yay, let's do it! Plus, now that we have a new member, I think it will help us to get more confident with each other and strengthen our bonds of the club. Isn't that right, Lauren? Monika smiles warmly at me once again. Hold on, there's still one problem. What's that? Now that we're back to the original topic of me joining the club, I never said I would join the club. Sorori may have confident me to stop by, but I never made any decision. I still have other clubs to look at, and I lose my train of thought. I feel judged! All four girls stare at me back with dejected eyes, but I'm sorry, I thought. Warn you all. I'm defenseless against these girls.
how I'm supposed to make a clear-headed decision when it's like this. That's it. If writing poems is the price I need to pay in order to spend every day with these beautiful girls. Right. Okay, I decided then. I will join the literary club. Yay, I'm so happy. Sorry, wraps her arms around me, jumping up and down. Hey, really did scare me for a moment. You really just came for the cupcakes. I would be sorry. Then that makes it official. Welcome to the club. Ah, thanks, I guess. The dichter? Okay, everyone, I think with that we can officially end today's meeting on a good note. The new Dirk-Jan. Dirk-Jan is op zich wel een leuke strip. Everyone remembers tonight's assignment. Write a poem to bring to the next meeting so we can all share. Monica looks over me at once. Lauren, I look forward to seeing how you express yourself. Yeah, I can really impress the class star Monica with my mediocre writing skills. I already feel the anxiety welling up inside me. Meanwhile, the girls continue to chit-chat as Yuri and Natsuki clean up their food. Hey Lauren, since we're already here, do you want to walk home together? That's right, Shiori and I never walk home together anymore because she always stayed after school for clubs. Sure, might as well. Dank je! With that, the two of us depart the club room and make our way home. The whole way, my mind wanders back and forth between the four girls. Sayori, Natsuki, Yuri, and of course Monica. Will I really be happy spending? Sorry, ik heb hard gewerkt vandaag. Will I really be happy spending every day after school in the clubhouse? Perhaps I will have the chance to grow closer to one of these girls. Alright, I just need to make the most of my circumstances. I'm sure good fortune will find me, and I guess that starts with writing a poem tonight. Oh dear. Okay. Eens denken.
Ik heb werkelijk maar geen idee. Oké. Ik denk dat dit een heel goed moment is om deze game erbij te stoppen. Dus ik ga hem heel even opslaan. En dan ga ik terug naar het hoofdmenu. Ik twijfel nog tussen twee. Nou, ik wil nog twee games spelen. En ik vind het wel fijn als ik ze allemaal een beetje gelijke aandacht kan geven. Dus we komen er wel bij terug. Ik beloof wel dat ik hier verder mee ga. Dus ik ga heel even de nieuwe game opstarten. Dus ik ben zo terug. Hoe laat stoppen we? 10 uur vanavond. Dus we hebben nog 2 games te gaan en nog 2 uur. Even kijken of ik mijn volgende game al klaar heb staan. Het restaurant sluit om 10 uur. Geloof me, of hopelijk wordt de volgende game. Wanneer komt de script 5 functie? Niet. Nee, en dat ligt een beetje aan het feit dat ik gewoon niet zo heel goed weet hoe ik daar een invulling aan moet geven. Plus, ik vind het gewoon veel fijner om het zo fijn voor iedereen te houden en niet per se. Een onderscheid te maken tussen de mensen die wel en niet subscribed zijn. Dus eigenlijk doe ik dat gewoon liever niet. Ik moet. Oh nee, zeg nou niet dat hij weer vastloopt. Test. Dus ik weet gewoon niet zo heel goed hoe ik daar een invulling aan moet geven. En ik wil daar liever geen. Ik wil liever geen onderscheid maken tussen mensen die wel en niet subscribed zijn. Ik vind dat niet echt passen bij de gastvrijheid van een restaurant. In een restaurant is ook gewoon iedereen welkom. Hoef je ook niet per se abonnement voor te hebben, toch? Nee, hij is niet kapot, maar mijn computer doet gewoon een beetje raar. Hallo. Nou, hij moet nog heel eventjes opstarten. Dus ik ga in de tussentijd heel even wat anders doen, om gewoon wel een heel klein beetje. Ik ga in de tussentijd heel even wat anders doen, om wel een heel klein beetje, toch wel een beeld te geven.
Dus ik ga eventjes verder met de Khan Academy. Ja, kom maar. Hi. Loopt hij nou weer vast? Test, test. Oké, even kijken. Dan ga ik even wat dingen aanpassen. Even kijken. Hi. Dan ga ik heel even wat dingen aanpassen. Even kijken. Die mag eruit. Ik ben eraan bezig. Excuseer mij. Waar is het? Ja, nu doet hij het. Als het goed is. Oh, waarom doet hij het nou niet? Waarom moet dit nu net gebeuren? Waarom? Test, test. Oh, dat heeft natuurlijk met dat downloaden te maken. Even kijken, dit moet eruit. Ik kan zo toch niet werken? Of nou ja, werken. Ik kan zo toch geen games maken? Window Capture doet het niet. Ja, sorry Lord, maar om de een of andere reden is mijn computer compleet op hol geslagen. Ik kan helemaal niks. Mijn streams vliegt er continu uit. Ik heb echt geen idee wat er aan de hand is. Ja, het vervelende is dat ik mijn window capture niet kan gebruiken. Video capture, die... Oh, die had ik... Het is gewoon echt compleet zwart. Werkt dit? Ja, de vraag is hoe lang dit gaat werken. Oké, we hebben dus nu een soort van beeld. Het is eigenlijk niet het beeld wat ik wil. Maar oké.
Oké, even opnieuw. En het spijt me als ik weer ergens halverwege compleet van de radar verdwijn. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het eerste game ging goed, maar de tweede echt één grote rotzooi. Ik heb niet het tweede spel kunnen downloaden wat ik had willen spelen. Dat ga ik doen op het moment dat ik dat ik niet live ben, want ik wil nu eigenlijk door. Ik ga wel iets langer door om de tijd in te halen van de, ja, weet ik wat er aan de hand is. En, maar goed, ik heb er wel even voor gekozen om een andere game te spelen dan dat ik van plan was. Dus ik hoop dat dat het een beetje goed maakt. Dus ik doe mijn best. Echt, ik spijt me als ik weer ergens halverwege compleet eruit vlieg. Moet er natuurlijk wel geluid aan. Tijd voor een PC upgrade. Nee, dat is het niet. Want op zich, tot nu toe, heeft hij het gewoon prima gedaan. Oh, wacht. Ik moet natuurlijk mijn. Dus ik kan nu even niks anders doen dan even met een ander spel doorgaan wat ik eerder heb gedaan. Welkom terug bij Treasure Planet. We zijn nog steeds op zoek naar de pieces of the longboard. En als het goed is moeten we nu als laatste op zoek naar de motor. Nee, laat het dan niet het geluid zijn. Test, test. Nee, laat het dan niet het geluid zijn. Nee, ik hoor mezelf wel. Oké, ik ben dus wel te horen. Oh, gelukkig. Even kijken, misschien, want ik heb het geluid wel zelf op mijn computer. Horen jullie hem nu? Horen jullie nu het gamegeluid? Horen jullie? Oké, ik kan hem iets harder doen, eventueel. Oké, ik heb hem iets harder gedaan, dus laten we gewoon verder gaan. Maar goed, het plan is dus dat ik even andere games ga doen dan dat ik van plan was. Jullie kunnen wel nog steeds stemmen over welke game jullie willen dat ik ga afsluiten. Maar even iets beters dan dit heb ik nu niet. En ik. Ik beloof dat ik Layers of Fear 2 een andere keer ga doen. Dat beloof ik. Wat was de link van die poll? Die ga ik nog even een keer opzoeken. Dit zijn dus games die in de allereerste poll elk één stem kregen. Ik ga de games die. De game die de meeste stemmen heeft, die ga ik, daar ga ik mee afsluiten vandaag. En. De game die. De andere twee games die worden. Die ga ik morgen apart opnemen. Dus ik ga de. Ik ga het nu nog een keer de link sturen. Even kijken. Strollpool.com/7GAOD2B82.
Kijk even of dit werkt. Ik wil wel zeker weten dat het nu werkt. Dat was een stomme actie. Let's go. Sorry, dat moest even. Speedrun, dat weet ik niet. Ik weet niet of je dit een speedrun kan noemen. Ik heb toevallig voor de grap, toen ik deze voor het eerst ging spelen, wel opgezocht wat record was voor Treasure Planet. En het was volgens mij iets van 40 minuten of zo, wat ik heel knap vind. Oké, ik hoop niet op nog meer technische problemen, want ik hoop echt oprecht dat jullie mij een beetje daarin kunnen vergeven. Ik bedoel, mijn computers doen altijd ontzettend raar. En ik probeer echt zo goed mogelijk om alles te laten draaien. Maar ja, mijn computers die vinden het fijn om uitgewijs te zijn. Dank je voor het stemmen. Ik hoop echt dat... Nee, ik ben op zich, ik ben geen professionele streamer, maar ik vind wel dat je, dat mijn streams moeten werken. En weet je, het blijft, mijn idee was ook, dat heb ik vandaag ook nog toevallig aan een collega uitgelegd die weer terug was. Het doel van mijn streams is natuurlijk altijd de gezelligheid van een restaurant. Dat is het doel. Ik hoef niet per se bakken met geld hier aan te verdienen. Als ik heel eerlijk ben, ik zou niet eens weten wat ik met het geld zou moeten doen. Nou, dat komt goed uit, want dat kunnen we meteen gebruiken. Nee, dat kan ik niet halen en dat komt eigenlijk voor een deel omdat ik de tijd vanaf de allereerste keer dat ik dit spel speelde niet heb bijgehouden. En sowieso, er komt straks een stuk. Er zijn ook een aantal stukken, dan moet je met je solar schip zeilen. Dat gaat ook niet allemaal even snel. En ik heb al een keer met iemand erover gehad van zou je het spel kunnen 100%en. Dat betekent in dit geval alle munten verzamelen. Maar goed, je gaat straks zien waarom dat niet kan. En sowieso, weet je, dit soort platform levels, dat lukt nog wel. Maar de solar race levels, die zijn volgens mij het lastigste. Wel een geweldig spelletje, doet me een beetje denken aan Grand Theft Auto. Ah, op zich. Het was ook best wel een mooie film, maar dit komt uit de tijd dat er overal een game van werd gemaakt. Niet dat het nuttig was ofzo. En sowieso, speedrunners, dat zijn vaak ook mensen die echt gewoon
elk onderdeel van een spel tot in de perfectie hebben geprofessioneerd. En dat kan ik niet. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat kan ik niet. Sorry, ik heb hard gewerkt vandaag. Zat behoorlijk vol. Hoe het op mijn werk was. Druk. We hadden vandaag de flexion weer terug. En wat doe je voor mijn werk precies? Ik ben gastheer in een restaurant. Nou ja, gastheer, oper, zo kan je het ook noemen. Maar ik werk in een restaurant. Ik heb een horecastudie gedaan, niveau 2. Uitvoerende werkzaamheden. En we hadden vandaag voor het eerst de flexes weer terug, sinds we weer open zijn. Dus dat was wel heel erg leuk om weer even andere mensen te zien dan telkens dezelfde. Er stond vandaag registratie. Universitaire opleiding? Nee. Tenminste, oké, ik ga het hele rijtje nog een keer af. Je hebt meerdere niveaus van horecaopleiding. Je begint met niveau 2, dat is uitvoerend. Dat zijn uitvoerende werkzaamheden. Dan heb je niveau 3, zelfstandig werkend. Dan heb je niveau 4, dat is leidinggevend. En daar valt ook een onderdeel bedrijfsmanagement en economie valt daar ook onder. Kun je vervolgens, als je die hebt afgerond, kun je naar de hogere hotelschool. En tussendoor kun je bijvoorbeeld ook nog dingen als een sommeliersdiploma halen. Dus je zou in principe, heel theoretisch gezien, zou je hogere hotelschool, zou je de universitaire versie van een horecaopleiding kunnen noemen. Maar dat ligt een beetje aan jezelf of je het zo ziet. Maar goed, ik stond vandaag registratie. Wat dus betekende, welke drie niveaus zijn er nu? Je hebt niveau 2, uitvoerend. Niveau 3, zelfstandig werkend. Niveau 4 heb je, dat is leidinggevend. En daar zit ook een stuk bedrijfseconomie bij. Zodat je je eigen restaurant kunt starten. En dan heb je nog de hogere hotelschool. En je zou in principe hogere hotelschool zou je kunnen zien als de universitaire versie van een horecaopleiding. Moet ik hem nog een keer herhalen? Ja, op zich. En je kunt tussendoor kun je natuurlijk ook nog allerlei extra studies doen. Bijvoorbeeld, je hebt een stuk. Tenminste, ik heb bij mijn opleiding heb ik de kans gehad om mijn diploma sommelier 1 te verdienen. Dus bij een kenner eigenlijk. Je hebt bepaalde. Dank je, die had ik nodig. Je hebt bepaalde wedstrijden in gastheerschap. Ik heb ooit praktijkleraar, die had ooit een stagiaire, die heeft de hoogste score gehaald in dat jaar voor servetten vouwen. Dat moet ik verstaan onder zelfstandig werkend. Nou, je moet je eigenlijk. Het verschil tussen zelfstandig werkend en uitvoerend is dat je. Bij uitvoerend is het vaak zo dat je een
baas hebt die zegt je moet dit en dit doen en dat voer jij dan uit. En zelfstandig werkend is dat je al iets vaak hoe moet ik dat goed zeggen? Dat je al iets minder ik weet niet hoe ik het goed moet uitleggen, sorry. Is servette vouwen een opleiding? Nee, het is geen opleiding, maar het is wel een onderdeel van. Ik heb op het Rijn-IJssel-college gezeten. En mijn mentor die heeft altijd gezegd... jullie krijgen een aardig breed pakket mee. We hebben bijvoorbeeld ook moltons opleggen gehad. Wel, dat gebeurt eigenlijk bijna niet meer. Maar het idee is een beetje, dan weet je het tenminste... hoe het moet, mocht je in een restaurant komen te werken waar het gevraagd wordt. En ik heb bijvoorbeeld ook menuleer gehad, dus dat je moet begrijpen waar je menu uit voor staat. We hebben ook een aantal dingen koken gehad. Je hebt ingrediëntenkennis, drankenkennis, nou, wat ik net ook al zei. Je hebt ook handvaten gekregen om sommelier 1 te kunnen verdienen. En in niveau 3 kun je volgens mij zelfs voor sommelier 2 gaan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook verschillende niveaus van drankenkennis. Kijk, ik kon met mijn aardig gelimiteerde... ik kom met mijn aardig gelimiteerde kennis van drank, kon ik op zich mijn drankenkennis wel halen. Sommelier, ja. Wilde je altijd een restaurantmedewerker worden? Nee, ik wilde eigenlijk... Ik heb mijn allereerste vervolgopleiding was eigenlijk boekhouden. maar daar kwam ik gewoon een beetje mee in de knel, omdat ik mezelf niet tot aan mijn 60ste op een kantoor zie zitten. En als je een niveau extra doet dan als zelfstandig? Nou, het is een beetje een raar verhaal. Ik heb in principe op één onderdeel na heb ik mijn opleiding gehaald. Ik heb eigenlijk gewoon niet genoeg stageuren gemaakt. En dat wil ik op zich wel inhalen, want ik heb gewoon op elk ander onderdeel heb ik voldoende gescoord. Alleen, en het restaurant waar ik nu zit wil mij op zich aanbieden om die stage af te maken. Alleen, dan moet ik eerst mijn mentor te pakken krijgen. Om te vragen op welke onderdelen ik getoetst moet worden. En dan zou ik in principe mijn niveau 2 en daarna een jaar later mijn niveau 3 kunnen halen. Ik wil op zich echt mijn diploma wel nog afhalen, want ik heb gewoon hele mooie resultaten gehaald. Je moet zeker ook leren waar je welk lepel neer moet leggen. Ja, en we hebben zelfs geleerd welke lepel voor welk gerecht is. Dus ik heb hier nog ergens een boek liggen. Moment hoor. Hier staat echt alles in wat ik heb geleerd in mijn opleiding. Ja, je hebt meer dan één lepel. Wacht even, ik ga even kijken of ik een hoofdstuk kan vinden over het opdekken van een tafel. Even kijken. Oh, hier. Meteen hoofdstuk 2 al. Opdekken van tafel. Opdek. Ja, hier. Tafeldekken. Hey, welkom bij de Orica stream. Zet op de bijzettafel plateau met de juiste glazen, bord met het juiste bestek, pak het juiste serviesgoed, juiste hoeveelheid kaas, pak een peper- en zoutstel, kaars met standaard en een bloemetje, pak de juiste moltons, het juiste serviesgoed, staat er dus 2 keer in, pak de juiste tafellakens en een poeleroep, pak een onderbord met een servet, een soepterrine met heet water. Nee, echt serieus, er zijn meerdere lepels. Een molton. Dat is een... hoe moet ik dat zeggen?
Dat is een doek die eigenlijk onder je tafellaken ligt. En dat is eigenlijk meer om ervoor te zorgen dat je tafellaken niet gaat schuiven. De meeste tafellakens die zijn best wel glad. En een molton is, ja, het is eigenlijk een soort anti-slip, zou je kunnen zeggen. Even kijken, waar heb ik mijn... er stond hier volgens mij ergens een tabel in met... anti-kraak. Anti-slip. Zeg maar een molton, dat leg je onder je tafellaken, zodat het niet gaat schuiven. En sowieso, ik hou niemand voor de gek, want zelfs jij weet dat er meer dan één lepel is. Denk bijvoorbeeld al aan het verschil tussen een soeplepel en een dessertlepel. Een soeplepel is vaak wat groter en een dessertlepel, die je bijvoorbeeld in je koffie ook kan gebruiken, is vaak wat kleiner. Dus er is sowieso al meer dan één lepel. Even kijken. Maar ik kan die tabel niet vinden. Oké, nou, dan ga ik het bewijzen. Let op. Werk je in een chic restaurant? Nee, ik werk in de lunchroom die aan de rand ligt van een recreatiepark. Nou kijk, hier heb je al twee verschillende labels. Dit is bij mij een soeplepel en hier heb je een dessert/koffielepel. Dus je hebt sowieso al meer dan één lepel. Maar je hebt bijvoorbeeld ook al drie verschillende vorken en drie verschillende messen. Nou, weg hier. Yes! Level complete! Ja, dat is geregeld. Wij hadden op school een ontzettende... we hadden eigenlijk een servieskast waar borden stonden, waar soepterrines stonden, broodbordjes, glazen stonden daar ook. We hadden hoofdgerecht messen, hoofdgerecht vorken, dessertvorken. We hadden zelfs oestermessen. We hebben eigenlijk alles wel kunnen gebruiken. Het is niet dat wij dat zelf hadden moeten aanschaffen. Even kijken. Nou kijk, hier, nou ja, ik heb hier op zich een goede afbeelding. Ik weet niet of jullie het helemaal goed kunnen zien. Maar kijk, hier heb je een maximaal opgedekte tafel. Dus je begint met het voorgerecht bestek. Dan heb je de soeplepel, hoofdgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht. En hier heb je het kopbestek, dat is voor het dessert. Sorry dat ik het zeg, Knakker, maar ik durf niet meer terug te gaan. Doki doki. Ben ik bang dat mijn computer weer helemaal plat ligt. Oh, maar er is echt wel zoiets als een oestermes. Even kijken of ik dat kan vinden. Nou, typ gewoon maar eens in bij Google. Oestermes. Nou. Wordt er wel eens iets gestolen op zo'n school? Als je gewoon bestek mee kan nemen, is kei duur volgens mij. Ik heb het niet meegemaakt dat het gestolen werd. Ik heb dat nooit meegemaakt. Dus ik kan daar niet een ja of een nee op antwoorden. Sorry, ik zit in de vibe.
Dit hadden ze wat mij betreft wel als achtergrondmuziek mogen gebruiken, maar ja, daar is het te leuk voor. Oké, volgende level. Time for the Old Forest. Nee, maar ik geniet echt wel van het horecaleven. Ik heb ook echt het idee dat mij dat een stuk socialer heeft gemaakt. Ik heb het idee dat mij dat echt gewoon uit mijn schulp heeft geholpen. Nee, ik denk echt dat ik daar een hele goede keuze heb gemaakt. Oké, nu komt dus het moment dat ik ga zeggen, dit is waarom ik de 100% gold challenge niet kan doen. Ik ga die vragen zo beantwoorden, maar ik moet me op het volgende onderdeel heel even goed concentreren. Ah! Hierom dus. Chaos. Ah, nee! Hierom dus, omdat dit spel echt gewoon, dit onderdeel is echt gewoon compleet chaos. Dood. Ah, verdorie. Tot zover dus de chaos. Nou, kom, concentreer je, grap. Ik vind het wel gaaf hoe die lasers kan shooten. Yes. Ja, dit onderdeel is vaak wel grappig, maar goed, zoals ik zei, je moet hier echt wel even goed bij concentreren. Ja, dit is een Game Boy spel. Ik heb een virtual Game Boy op mijn computer staan. Rayman, oh, die heb ik. Dat was echt zo'n spel wat ik vroeger. Ja, wat ik speelde het nooit. En daardoor vond ik het om de een of andere reden heel erg cool als anderen het speelden. Ah, waarom sprong je niet, idioot? Ook echt gewoon water en een paar meter later gewoon lava. Out of nowhere. Oh, kijk. Tot zover lava. Hi, lava. Nee, niet daarheen. Ook niet daarheen.
Ja, en dan weet ik dat de vorige keer dat ik dit spel speelde, was er iemand die zei van, oh, anders doe je toch gewoon een 100% gold run. Leg me dus maar uit hoe ik dat moet doen. Sowieso ook. In dit stuk alleen al moet je zo'n beetje 5 keer doodgaan voordat je alle munten kan pakken. Omdat er ook munten liggen op routes die je misschien 2 keer kan betreden. Dus opnieuw, leg mij maar uit hoe ik een 100% goldrun hier moet doen. Hey, die had ik nodig. Ik beloof, ik ga zo de vragen beantwoorden die er net gesteld zijn. Ga weg. I don't need you. Oh, dat was geluk hebben. Ik had eigenlijk dat transformatorhuisje moeten kapot knallen. Ik wil hier tussen. Yes, ik wist dat daar een extra leven lag. Yes. Yes, level gehaald. Oké, even terug naar de vragen. Ik moet zeggen, mij lijkt die opleiding echt superleuk. Nou, het is op zich een goede opleiding, maar ik zal niet liegen. Je hebt er wel een bepaalde, karakter heb je er wel voor nodig. Ik weet nog dat mijn lerares Nederlands, mevrouw F, die zei, level gehaald. Yes, nu moeten we alleen nog door de smokkelaarsrots. Mevrouw F, die zei, wij zaten echt daar net een maand of zo, volgens mij. En toen zei ze, nou, de kokspas die gaat nu op stage. Kijk, het verschil was een beetje, ik deed BBL. De klas waarover zij het had, die deden allemaal bol. Ze zei dus, nou, koksklas gaat nu op stage. En ik wil wedden dat er na de kerstvakantie gewoon een derde niet meer terugkomt. En ze kreeg gelijk ook. Maar dat komt een beetje omdat je bedenkt je gewoon niet wat er allemaal nog bij komt kijken. Behalve drankjes maken. Daar komt schoonmaak bij kijken. Nadenken over wat er op de menukaart moet komen als je bijvoorbeeld een kok bent. Die moeten vaak een beetje meedenken. In het geval van een gastheer moet je altijd gastvrij zijn. Je moet altijd de vriendelijke smile geven. Dus je kunt niet zomaar eventjes met een gast in discussie gaan omdat je het ergens niet mee eens bent. Weet je, dat zijn dingen die niet iedereen kan. Dus wat ik zeg, je moet er wel een bepaald karakter voor hebben om in de horeca te kunnen werken. Plus, de horecatijden zijn natuurlijk ook heel erg wisselend. Je werkt in de weekenden, in de avonden, in de vakanties, omdat dat vaak de tijden zijn dat de horeca het geld verdient. Met feestdagen moet je misschien werken. We hebben bij mij in het restaurant waar ik werk, hebben wij de regel: als je met kerst vrij bent, dan moet je werken met nieuwjaar. Nou, en andersom. En volgens mij, wij zullen vast niet het enige restaurant zijn dat die regel heeft. Hetzelfde bijvoorbeeld met Koningsdag. Dat zijn de dagen waarop horeca juist het meest verdient. Ik bedoel, bedenk maar eens hoe vaak jij op een terras zit en hoe vaak er dan iemand jouw drankjes komt serveren of bijvoorbeeld jouw bestellingen opneemt. Dat zijn ook gewoon mensen die daar werken. Of, dan heb je natuurlijk nog het stuk schoonmaken. Daar
vinden mensen altijd heel lastig dat je bijvoorbeeld tot een half uur, tot misschien wel een uur na je dienst nog moet blijven. Je kunt niet zomaar even zeggen, nou, ik kreeg er de brui aan, want ik heb er geen zin meer in. Nee, want je bent gewoon aan het werk. En ik denk dat vooral het stuk schoonmaken, dat dat echt iets is wat mensen onderschatten. Zo van, nou, daar huren we toch gewoon iemand voor in. Maar ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Dat moet je eigenlijk gewoon zelf doen. En dus ik zeg van, dat is denk ik echt wel gewoon iets waar je goed over na moet denken. Van, heb ik daar zin in om dat allemaal op te geven? Mag je ook wel eens iets eten uit de keuken? Ja, dat mogen we wel eens. En dat heeft dan vooral gewoon te maken met als we bijvoorbeeld een nieuw gerecht hebben. Wij moeten wel natuurlijk weten hoe dat smaakt. Wij moeten wel tegen gasten kunnen zeggen, nou, dat proeft op een bepaalde manier. Of bij mij is dat natuurlijk nog een beetje anders. Want ik werk natuurlijk ook in de keuken. Dus ik moet sowieso de gerechten die ik maak, moet ik sowieso proeven of te kijken of ze goed zijn of smaak. Dus ja, horeca is leuk, maar je moet er wel een bepaald, ja, ik zou niet willen zeggen offer, dat klinkt dan weer zo zwaar. Je moet er wel, je moet het wel echt willen, laat ik het zo zeggen. Je moet, en het is iets anders dan een vakantiebaantje in de horeca, wat je een paar maanden doet. Want ik geloof me, als het neerkomt op dat hele vakantiebaantjes in de horeca, die restaurants ontzien je echt. Dus nou ja, ik hoop dat daar de vraag een beetje mee beantwoord is. Kijk, ik wil je niet, ik wil zeg maar niet, ik wil niet zeggen je hoeft het niet te doen. Of als je het leuk lijkt, doe het. Maar ik denk wel dat, ja, ik zeg wat ik zeg. Ik denk gewoon dat mensen het onderschatten hoe veel je er eigenlijk voor moet doen. Oké. Okay. Ja, als stage gelopen, Alex. Ja, ja, meerdere keren. Ik heb volgens mij nu 3 stages in de horeca. Nee, 4. 4 stages in de horeca. En dan reken ik degene die ik heb in de horeca heb gedaan toen ik nog niet deze opleiding deed, die reken ik dan mee. Dus bevalt jou nog steeds? Ja, eigenlijk, horeca bevalt me eigenlijk beter dan dat ik had verwacht. Ik dacht echt toen ik eraan begon dat ik wel een van die types zou zijn die vroeg zou afhaken. Maar ik zat in een klas van, nou wat was het, 17. En binnen een maand waren er al 5 weg. Dus dan vind ik dat ik wel blij kan zijn met niet alle onderdelen afgerond. Ik kan in elk geval zeggen dat ik de guts heb gehad om het tot het einde af te maken. Dat kan niet iedereen. Welk niveau is jouw opleiding? Ik heb in ieder geval 2 gedaan. Dus dat is uitvoerend gastheer. Dank je. Ik vind het echt super leuk. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vind het leuker dan dat ik had verwacht. Ik weet nog dat ik ooit echt met het bijbaantje wat mij echt gewoon tot de inkeer heeft gebracht, dat dit gewoon is waar ik in thuis hoor. Dat is, ik heb een tijdje bij Wittenburg in Zevenaar gewerkt. En ik heb gewoon gemerkt dat ja, de man die mij daarin zeg maar, de collega die mij daarin hielp, die heeft mij echt gewoon op het goede pad gebracht. En ik denk dat iemand anders, als het iemand anders was geweest die het op een andere manier tot mij had gebracht, dat ik echt had gedacht van nou, dit hoef ik niet. En dan had ik misschien wel nu nog steeds niet geweten wat ik moest doen met mijn leven. Dus ja, ik ben heel blij dat ik ervoor heb gekozen om dit pad te bewandelen. Want het heeft me echt gewoon een stuk van mijn leven gegeven. En dat zegt heel veel voor iemand waarvan er vroeger werd gezegd, kom nou eens achter je computer vandaan. Ik weet nog dat echt mijn familie, die was zo verbaasd toen ik zei ik ga horeca doen.
Want mijn moeder die zit in de heeft in de kinderopvang gezeten. Mijn vader werkt bij de politie op de afdeling computercriminaliteit. De zus van mijn moeder die werkt in een laboratorium. De aangetrouwde zus van mijn moeder, dus mijn aangetrouwde tante, zeg maar. Dus die eerste tante's echtgenote. Die geeft Engelse les. Mijn stiefmoeder, geeft Duitse les. Mijn opa is leraar geweest. En mijn oma was naaister. Dus dit was echt helemaal uit het niets dat ik ineens zei... Nou, ik ga horeca doen. Dat vond ik eigenlijk best wel grappig. Ik ga heel even een lichtje aandoen. Op zich, ik vond Doki Doki ook echt leuk, geloof me. Maar ik heb niet zo heel veel zin dat mijn computer weer half crasht. Dus het blijft heel even hier. Ja, iedereen was heel verbaasd. En ik weet nog, tijdens mijn diploma uitreiking, ik heb natuurlijk mijn diploma gekregen, maar dan zonder het stuk stage erop. Maar ja, ik heb dan wel weer een heel goed gevuld cv met allerlei restaurants. Onder andere op stage, als bijbaantje, als net wat je wil. Dus de vraag is tot in hoeverre hecht je echt waarde aan die stage als je 5 horecabedrijven als referentie kan opgeven. Waar gaat het nou ook alweer over? Nee, ik weet nog dat mijn mentor die zei, toen ik naar voren werd geroepen in ontvangst nemen van mijn diploma, die zei van Thomas, ik heb zoveel respect voor je, want jij bent hier binnengekomen als iemand die totaal geen benul had en je bent weggegaan als een echte vakman. En daar was ik echt ontzettend blij mee. Ik weet dat hij later ook nog tegen mij zei van weet je, toen jij hier binnenkwam dacht ik echt serieus, die gaat het niet lang volhouden. En dat is echt iets wat me ontzettend geraakt heeft en ook ontzettend mij gemotiveerd heeft om te zeggen, ja, ik heb de juiste stap gemaakt. Yes! Mooi. Nou, dat is goed gegaan, gelukkig. We zijn iets over de tijd heen met Treasure Planet, maar ik ga hem opslaan. En ik stel voor dat we naar het volgende spel toe gaan. Even kijken. Nou, dan kan de Windjammer Capture er nu al even uit. En dan ga ik het volgende spel opstarten. Ja, dat is fijn om dit weer even te doen. Even kijken. Ik ga eens kijken naar de uitslag van de stemmen. Wat is het geworden? Ah, oh, dit meen je niet. Weer een tie. Dit keer tussen The Room Part 2 en The Mansion. Oh. Kan ik nog maar één ding bedenken. Moet ik wel even kijken waar mijn telefoon is. We gaan het volgende doen.
Dit is weer een tie. En ik weet dat niemand die tie gaat verbreken. Dus we gaan het volgende doen. Ik ga op mijn telefoon een coin flip programma opstarten. En nou ja, wat ik zeg. De ene wordt... de ene wordt kop en de ander wordt munt. Oké, dus die ga ik nu bepalen. Oh, dat was niet de bedoeling. Ga weg. Munt is room part 2. En kop, dat wordt dimension. Goed. Dit is de regel. Als ik munt gooi op mijn programma, dan wordt het de room part 2. En als het kop is, dan wordt het dimension. Ik heb ze alle twee al gedownload. Dus even kijken. Ik wil heel zeker weten dat het goed te zien is. Is het te zien? Het is te zien. Nou, daar gaan we dan. En het is... munt. Oké. Okay. Dat betekent dus dat we de room part 2 gaan doen. En dan dimension en bedroom coma, dat zijn dan dingen die ik morgen ga opnemen. Het is bij deze bepaald. Het spijt me ontzettend, maar het lot heeft besloten. Het lag in jullie handen voor het afgelopen uur. Maar jullie hebben ook gesproken. En het is in een tie geëindigd. Dus het wordt the room 2. Waar is mijn room logo hier? Gevonden. Nee, dit werkt niet. Dus deze mag weg. Waarom kan ik de room nou niet capturen? Ah, nee, niet weer. Waarom werkt dit niet? Hoe kan mijn window capture ineens zo raar doen? Oké, ik wil nu weten wat hier aan de hand is.
Right click on game capture choice and head to properties. Oké, okay, ik ga even kijken of ik het hele window capture ding kan oplossen. Nee, ik ben ook eigenlijk bezig om een oplossing te zoeken. Om om dit op te lossen. Want ik word hier eigenlijk gewoon een beetje niet goed van. Dus ik ben aan het proberen om het op te lossen. Geen zorgen. Program and I'll open up this menu and then the second option down is run with graphics processor. We won't want to go to the right area. Sorry dat ik het zeg. Ik weet dat je heel graag wil dat ik het speel, maar ik vertrouw het niet. Oplossen, bestandlocatie openen. Daar zie je toch ook iets mee? And then go down to open file location. And you will see Streamlabs OBS highlighted here. Go ahead and right click on this. And then go to create shortcut. And this will create a shortcut on your desktop right now. And now that we have a shortcut on our desktop, what we will want to do is go ahead and right click on the program. And I'll open up this menu. And then the second option down is run with. Processor. We will want to go to the right arrow and then go to integrated graphics default. Let's go ahead and select this option right here.
Ik word hier gek van. Misschien dat dit gaat werken. Oké. Misschien dat dit werkt. Yes, hij werkt. Ah, yes. Oké. Ik ben er weer, na heel even wat probleempjes te hebben gehad. Het spijt me ontzettend. Sorry, technische problemen. Gebeurt. Oké, we gaan verder met The Room. Een spel waar ik ontzettend van hou. Want het is een escape room en daar hou ik van. Hoewel ik er nog nooit in eentje heb gezeten. Maar de film was fantastisch. Komt trouwens een tweede. Let's go. Eens kijken of ik Monica kan triggeren. Escape room als... Echt? Wauw. Nou, dan moet dit dus een eitje voor je zijn. Misschien krijg je nog ideeën. Hey, toppie. Welkom bij The Room 2. Ah, heerlijk. Let's go. Ik vind deze muziek ook fantastisch. Oh, dit kan ik ook. Ik heb... ik heb vroeger heel erg veel mystery object games gespeeld. En dat is eigenlijk hetzelfde als een escape room. Even kijken. Ja, kom maar. If my calculations are correct, then this is where you will emerge. Welcome, friend. We have much to share. Now, you are blind, but I have left you provision to see that your passage might be shorter than mine. I'm focused to conceal if somewhere in this room, and I trust you with it to undercover. I'm not the only ghost in this place. Sincerely, A.S. Dit doet me heel erg denken aan een van mijn meest favoriete escape room games ooit, Submachine. Yes! Ah, ja, de lens. Die is natuurlijk gebroken toen wij het laatste spel uitspeelden. Oeh, tweede tafel. Kan ik de tutorial ook overslaan, alsjeblieft? Ik vind dit niet leuk. Even kijken. Ah, makkie. Hehe. Yes! Thank you. Oeh, hij is rood deze keer. Oh, damn. Haha. Mag ik nu alsjeblieft op mezelf? Oeh. October 80
83. Mr. Rigby, suffice it to say that I do not share my colleague's faith in your character. Were it up to me, I should not engage a man of such low breeding and even lower station as yourself. The very thought of taking a grave robber into our service chills my stomach, and as Mr. de Montfaucon is fond to say, needs must as the devil thrives, it falls to me then to brief you in your ungodly task, as you should be aware you shall only be paid upon your successful return with the artifacts. Should you find yourself having any ideas otherwise, I must stress to you that while the artifact is of enormous value, it is only of value within the certain small community of researchers. It is not for the eyes or hands of an undoubted man such as yourself. I unconfortunately demand that you not interact with the object in any way. It might prove incredibly dangerous for you to do so. It's an instrument of great power and should not be inverted with inferior minds. Okay. Dus we zitten nog steeds achter een soort object aan. Hey. Dat is nummer 2. Wat hebben we hier? Kist, kist, kist. Even kijken, ik heb het gevoel dat ik hier nog niet klaar ben. Ah, ik zie het al. Wat is dit eigenlijk? Ah, dit is verder niks. 1. 2. Open maar. Ah, kijk. Hier krijg ik nou lekker energie van. Strange best swear. It looks like it belongs somewhere. No shit, Sherlock. What made you say? Oh, deze zijn wel fantastisch, die poten. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben vroeger nooit echt een fan geweest van 3D, maar dit ziet er echt fantastisch uit. Oeh. I. S. W. N. E. Nou, ik mag toch hopen dat die code hier ergens in die kamer zit. Anders, ja, hoe zeg ik dat? Anders kom je hier nooit weg. Ja, daar is die. S-E-S-B-N. Tadaa. Mij hou je niet voor de gek. Medallion. En ook, ik weet ook waar die hoort. Ah. Projector of zo. Damn. Suddenly horror game. Wacht. Oh, ik snap het al. Oh. Please don't tell me it's blood.
Meep. Daar. Oké, suddenly van een escape game naar een horror game. The Hidden Lore of the Room. Now what? No, no, no. Ugh. Why? Is dat het op je? Oké. Zouden wij anders die grave robber misschien zijn? Wij zoeken... Meep? Wat gebeurt hier? Nee, ik wil er niet in. Wat is hier aan de hand? Dit is suddenly een horror game. Dit vind ik fantastisch. Een horror game verpakt als een escape game. Fantastisch. Tuurlijk, suddenly we are in the sea. Of course. There is still no sign and my patient wears thin. In my frustration I scaled the foremast myself. A fool aired. The fog is so dense that I barely see my own deck from the crow's nest, let alone the Helena. Regrets I have to had the gun deck run on the cannons in readings. It's good to keep the men sharp. Okay. Foremast crow nest cannons. Nou, daar kan ik wel iets mee, denk ik. Oké. Oh, wacht. Ik zie het hier al. Waarom zitten we ineens op de zee? Yes. Waarom word ik nu al zeeziek? Oh, dit is wel geinig. Ha! Nice. Ik moet ineens denken aan Kuifje. Yes! Please don't let her be a sea monster. Oké, hier moet ik volgens mij ook iets mee. Dat is één. Jezus. Logboek. It's been 30 weeks at sea and the crew grow restless at our lack of plunders. Two, I would not betray it. I share those concerns. A private license is not small investment. And my inventors will not be happy without a return. According to the prisoners we took off the San Espizito, we should find the sea Santa Helena in these waters, fresh out of the new Grandana. They were simple swaps, ignorant of all save the working of the deck, but they spoke of some artifacts of great value aboard. I gave them a place among my crew. Nou. Volgens mij ben ik hier nog niet klaar, of wel? Hey, piece of paper. A mountain, a moor, a palace, a slum. Why not the quarter of a gallon on full sail? With each drizzling step, I'm whisked around the globe as a simple as turning a
corner, will you be following my pet or following one anew? What sights you must have witnessed, if my own experience is any guide. I will keep leaving notes and urge you to do the same, what we might know if our paths have crossed. Thrilling as this is, there is something not quite right with this place, though I struggle to deny what some early thang of reality that is quite missing. I sometimes fancy I can smell the lime and greasy paint. Dus hij heeft het idee dat het allemaal net is, dat zeg maar net nieuw. Oké. But why am I so scared? Waarom is dit suddenly... Waarom zitten we ook suddenly op een schip? Gewoon een random schip. 1, 2. Komt er nog wat van? Oké. Oh, wacht, ik zie het al. Match the shape. Nee, dat kan ook niet, want het moet aan de bovenkant een soort haak hebben. Dit is hem ook niet. Deze is sowieso goed, dat weet ik zeker. Wacht eens even. Oh, nu zie ik het, denk ik. Ik denk dat ik het nu zie. Denk ik. Heeft iets te maken met de... Hoe zeg je dat? Ja, nu heb ik hem. Denk ik, dacht ik. Yes! Mag die nou dan open, alsjeblieft? Good morning. Wat was dat geluid? Why? Ah, kijk. Nu komen we iets te weten. Yes! Dat is 2. Nou, als het goed is, moeten er nog 2 zijn. Tuurlijk moeten die panels eerst open. Ja! Tada! Volgens mij deze. Hey, haha. Kist geopend. Tuurlijk ontbreekt er een sleutel. Waarom zou het makkelijk zijn? Wacht, ik zag daar nog iets op die paal. Dankjewel. Oh, hier had je de volgorde van de sleutel kunnen zien. Oh, oké, dus ik heb dat gemist. Ik heb het gewoon goed geraden. Hé, hey, ik kan iets. We moeten wel nog ergens een derde aanwijzing te vinden zijn. Er was toch nog steeds iets met de voormast...
The ship's wheel is missing. Nee, ik wilde niet hierheen. Ik wilde daarheen. Dit is de crow's nest. Volgens mij kan ik dat cel naar beneden laten. Alleen ik weet niet precies hoe. Ah, kijk. Hier zit nog een geheim. Alleen, hoe ga ik dat open krijgen? Sowieso ergens nog een aantal dingen gemist. Dat zie ik al wel. Wat is dit eigenlijk? Een small key. Ik ben eigenlijk iets te snel gegaan. Is hier ergens een sleutelgat dat ik open kan maken? Ja, ik weet dat ik hier iets in moet stoppen. Zat hier, zat die aanwijzing anders hierin? Oh nee, dan kan ik die lens niet gebruiken. What's the time? Oh, 10:15 pas. Oké. Okay. Ja, ik moet nog steeds iets met de voormast. Ah, kijk. Die zocht ik. Nou, toe dan. Wat kan ik hier dan? Nou, ik heb het geheim van het miniatuurschip ontdekt. Alleen, ik heb het idee dat ik nog iets ik ben nog ergens iets vergeten. Ik heb een aantal aanwijzingen gekregen, onder andere om delen van het miniatuurschip te checken. Alleen, ik ben iets te snel gegaan en daardoor heb ik denk ik iets gemist. Ergens. We zitten trouwens ook op de zee. Suddenly, out of nowhere. Waar moet ik zijn? Voormast. Ik moet dat cel naar beneden zien te krijgen. Maar ik heb hier een scheepswiel nodig. Ik mis ergens nog een bepaalde vorm. Ik ben even de weg kwijt. Kijk, hier moet ik iets doen, maar hij zegt niet eens wat. Oh, wacht. Duh. The stocked on the top of the chest. Must be. The top of the chest. Ja, oké, die had ik al. Deze.
Kijk, ik ga het heel even laten zien. Ik had een sleutel gekregen, die heb ik hierin gestopt. Nou ja, de code hier was om de juiste vorm te maken met deze drie platen. Nou, de eerste aanwijzing daarvoor, waar had ik die ook alweer gevonden? Was op de sleutel zelf. Dat was een driehoekje en daar stond dit op. Ja, die sleutel die heb ik nou niet meer. De tweede aanwijzing, die zat hier. Je moest dan deze, ja, reliëffen omdraaien en dan kreeg je deze sleutel en je kreeg deze aanwijzing. Maar de derde, die zeg maar hier rechtsboven zou moeten zitten, die kan ik nog niet vinden. Ik weet nog niet waar die is. En ik heb het gevoel dat ik daar iets mis. Snap je het nu een beetje? Ga er maar vanuit dat het klopt. Hier ben ik geweest, hier ben ik geweest, hier ben ik geweest, hier ben ik geweest. The object which fits in the stock is no doubt found somewhere. Ja, dank je, dat wist ik ook al. Maar het probleem is, ik weet niet hoe ik in die kist kom. Dit is hem niet. Oh, dat meen je niet. Meen je dit nou? Echt serieus? Oh, wat ben ik toch een idioot. Nou ja, het zal wel. Maar ja, een idee voor je escape room dus. Verstop iets in de hendel van een kist. Haha. Yes. Nou ja, het zal wel. Wat ik zeg, ga er maar vanuit dat het klopt. Tadaa. Een brief. It didn't take long for us to track her down. We raced north for 2 miles on the deep sea currents to overhaul her head start. Approaching the mainland, we turned west for 2 miles to cut her off at the coast. Which no sign we headed 3 miles back south to meet her. We signed her. Sure enough, but she cut through the cape before we could interrupt. Now we must wait to the tide. Dit is een aanwijzing. Dus noord 2 miles, west 2 miles en south 3 miles. We gaan sowieso iets met deze kaart moeten doen. Oké, even kijken. Noord 2 miles, 1, 2. West 2 miles. En dan 1, 2, 3. Yes! Volgende. Took us 4 miles west, 4 miles north, 2 miles into the fog bank. Oké. Dus 4 west, 4 noord, 2 west. Even kijken. 4 west. Oh, wacht, stop. Wat nou? Oh, sleutel. Ah, kijk. De key shape. Ja. Hè? Oh, wacht. Oh. Klopt ons nog helemaal niks van. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb echt respect voor de persoon die dit allemaal bedacht heeft. Verzin het maar. Oké, even kijken. 4 west. 1, 2, 3, 4. 4 noord. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. En 4 west. Tadaa, gaan we dan.
Goed, laatste. We have her now. The fog lifted shortly before noon, and there was she was 6 miles south, east 2, and north 1. 6 miles. Miles south, 2 miles east, and 1 mile north. Let's go. Wacht. Ah, tuurlijk moet ik weer een of ander ding. Miep. Ik heb al eerder gezegd, dit begint ontzettend veel op een horror game te lijken. Huh? En wat wil je nou precies van me? 1. Oh, wacht, ik snap het al. Denk ik. Je moet het schip besturen. Maar ja, heb ik verstand van schepen? Nee. Dit is een kompas, dat heb ik al begrepen. Hoe bestuur je het schip? Ik heb echt werkelijk geen idee wat ik aan het doen ben. Steer it somehow. Moet ik hier dan iets mee? Ik moet wel hier iets, maar ik heb echt geen idee wat. Waar is die? Oh. Oh, zoek de andere helft van het zeil. Oh. Ja, hier is de andere helft van het zeil. Alleen, ik weet niet hoe ik het naar beneden krijg. Heb ik denk ik het stuurwiel hier nodig. Maar ja, waar is die weer? Ja, zover was ik ook al. Oh wacht, nee, volgens mij niet trouwens. Oh, ik zie hem. Kijk, daar is die. Kompas, kom maar. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Oh, wacht. Stop. Rustig. Yes! En daar gaat de vocht. Even kijken. 6 maal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 maal east, 1, 2, 1 maal noord. Hebben ze eigenlijk een cirkeltje gemaakt. Maar goed, het zal wel. Meen je dat nou? Ik had verwacht dat die hele kist zou openklappen. Jezus, wat een teleurstelling. Maar goed. Hi. Nou, gelukkig weet ik. Dat was te veel moeite om zoiets. Oké, ik ga heel snel door. Ik heb het gevoel dat het iets achter me aan zit. Het scheepswiel.
Yes! En dan kan ik waarschijnlijk het cel openen. Ja, kom maar. Aha! Ja! Thank you! Siri! Roos. Ah, dat is een mooie naam. Nog steeds, het was te veel moeite om zo'n figureschip het te verbergen. Dat is het tweede deel van het medaillon. Ja, kom maar. Yes! Oké, even kijken. Dank je. Ik zie hier een note. Is it the natural tendency in of this world to twist itself even more elaborated arrangement? Like the spirits of a vortex at once both the pattern and the system. It seems as though each room is itself a part of a wider apparatus. You must tune the room to find the glyph, and tune the glyph to find the door. All must be a good. But what's the purpose? Am I the explorer, the prisoner? Spannend. Oké, ik heb een theorietje. Wij zijn AS. Alleen, waar we ons nu in bevinden is een soort time loop. The Santa Helma came apart on the rocks at 1600 hours. She haven't as the bottom has been torn from her and began taking on water. Bla bla bla. Oké, dus ze hebben haar gevonden. Uiteindelijk. Oh, ik snap het al. Hey, dat is 1. Dank je. A small disk. Oké. Nee, dat wil ik dus niet. Dus ik heb meer van die gewichten nodig. Complete. Ja, dank je. Ik kan hem niet draaien, jammer. Another weight, yes. Because it weighs much. Oh, wat nou weer? Thank you.
Ah, kijk. Dat was het geheim. It wasn't fully opened yet. Thank you. Moet iets met deze schijfjes. En ik zeg hoe. Nee, dat wilde ik niet. Oh, wacht, ik snap het. Oké, nu snap ik hem. Als je zo'n apparaat in het echt kan maken, dat vind ik knap, jongen. Meisje. Ja, die zocht ik. Thank you. Oh, leuk die gewichtjes zo. Weegt ook echt gewoon geen iets. Dat is bijna één. Oeh. Oh, dit wordt leuk. Yep, dit wordt leuk. Oh, jawel. Dit wordt grappig. Ja, dat is hem. Dankjewel. Dat had ik nodig. Hey, hier ontbreekt iets.
Ah, kijk. Dat was dus het geheim. Tada! Leuke, leuke puzzel. Ja, ik vind hem leuk. Een metal klokspring en een anker. Yes. Volgende kist. Even kijken. Hey, hier ontbreekt iets. Nou, een small anchor. Ik weet natuurlijk waar die hoort. Die zal hier wel ergens op de boot horen. Maar, waar? Het schip is alweer bijna compleet. Oh, wacht, ik weet het al. Tada! Yes! Dat er zoveel geheimen in zo'n modelscheepje kunnen zitten. Doet me een beetje denken aan Kuifje. Ja, kom maar. Scheepskompas. Maar ja, nu is de vraag: wat is de juiste tijd? Natuurlijk zal er wel ergens weer iets ontbreken. Een dubbele laag. It wasn't operational, zover was ik zelf ook al. Dank je. Ah, kijk, beter. Kijk.
Ah, oh, dat moet je ook maar verzinnen. Goede plek om een schroevendraaier te bewaren wel. Hoe ver zijn we nu ongeveer? Ik heb geen idee hoe lang dit spel is, als ik heel eerlijk ben. Ah, tuurlijk, ik mis weer een of andere sleutel. Nee, sorry, ik heb echt geen idee hoe ver we zijn. Volgens mij wel nog steeds in chapter 1. Hier kan ik ook niks mee. Ik heb nog een of andere sleutel nodig. Ruimte, dat zie ik al. Hoe laat is het eigenlijk? Ik ga nog heel even door. Ah, dit meen je niet. Hè? Waar dan? Ook weer zo'n mini plek. Ah, echt, als je zo'n soort doos kan bouwen, dan ben je echt geniaal. Ja, hij werkt. Oké. Okay. Ja, er is alleen één probleempje. Wat moet ik er nou mee? Oh! 2:50. Hè? Yes! Sleutel. Het zal dus weer niet zo zijn. Maar ja, wat moet ik ermee? Valt hier nog iets in te beleven? Nee. Deze zit ook gewoon weer op slot. Er zit hier wel iets. Ah, kijk. Geniaal gewoon.
Nou, laat maar zien. Oké, dit is nog niet eens zo heel vreselijk. Dit is te doen. Hé, hey, het is de VOC! A diamond-shaped metal casting. Top. Bye! Wow. Oh nee, niet weer zo'n rotting. Nee, nee, niet weer. Chapter complete. En ik denk dat dit het juiste moment is om ermee te stoppen. Jongens, iedereen bedankt voor het kijken. Opnieuw sorry voor de technische problemen. Ik hoop dat het de volgende keer anders gaat zijn. Dan ga ik sowieso Layers of Fear doen. En ik ga de mansion doen. Ik hoop dat onze escape rumor in... het restaurant nog wat ideeën heeft opgedaan. Hartelijk bedankt. Bedankt voor de mensen die er bij zijn geweest. Ja, doki doki. Ik denk dat ik dat ga opnemen. Want ik heb niet zo heel veel zin in gezeur met mijn computer terwijl ik opneem. Volgende keer is wanneer? Nou, sowieso donderdag. Dan is het weer rollercoaster tijd. En ik ga morgen... een beginnetje maken aan de games die ik vandaag niet heb gedaan. Dus dat zijn, als het goed is, Dimension en... wat was die andere nou ook alweer? Moet ik heel even kijken. Het waren de twee die ik nou niet gedaan heb. En ik had beloofd dat ik die zou opnemen. Dus dat gaat worden... Dimension en Bedroom Coma. Die ga ik in elk geval voor morgen opnemen. Voor mezelf. Of en... voor jullie natuurlijk ook. Dus de volgende is sowieso donderdag. En als ik zin heb, dan laat ik het weten. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt dat jullie me trouw zijn geweest. Ondanks de problemen met het internet. Dat waardeer ik heel erg. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien in het videorestaurant. Tot ziens.